programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo, Startportaal, Rotterdam Factoring en Kuhlman Global Forwarding BV. Goedendag, welkom bij FC Rijnmond. We zijn er vandaag met Ron van den Berg. Meer dan 350 wedstrijden voor Sparta gespeeld. Tenminste, daar ben ik opgehouden met tellen. Zijn het er nog veel meer? Nou, of ze veel meer, weet ik niet. Maar het zijn er wel iets meer, maar het zijn er genoeg. Het zijn er heel veel. Nu scout onder andere bij Sparta. Sinclair Bisschop is er. En Ruud van Os. Zometeen praten we natuurlijk over Feyenoord. Maar eerst Sparta, Ron, dat misschien wel kan flikken wat voor onmogelijk werd geacht. Nou ja, 3 of 4 weken geleden hadden Ruud en ik het erover bij Sparta Heerenveen dat Sparta blij mocht zijn als ze misschien 16e zouden eindigen. En nu 3 wedstrijden verder staat Sparta er zo voor dat Sparta misschien direct kan handhaven. En dat zou een mirakel zijn. Bizar. Ja. Echt bizar. Trouwens, Ruud, als je Ron van den Berg, aan Ron van den Berg denkt, waar denk jij dan direct aan? Jena uit. Jena 19, uit. 1983, 1-1, door naar de volgende ronde. Nou ja, dat was natuurlijk Europa Cup en tweede ronde. En scoorde ik daar 1-1. En het was voor Sparta een legendarische wedstrijd. Ja, Witlof noemden ze je toen nog. Ja, toen dat klopt. Was mijn haar nog iets witter, ja. Ja. Hoe kan het, Ron, dat het gewijzigde systeem van Sparta nu tot dergelijke resultaten leidt? Nou, je ziet dat als een ploeg vertrouwen krijgt, en ja, dat komt door winst en gelijk spelen, dan worden die spelers gewoon beter en krijgen ze vertrouwen en gaan ze voetballen. En, en als je dan ook nog winstpartijen gaat afleveren, dan komt nogmaals het vertrouwen terug en dan gaat het draaien. En dat zie je bij Sparta nu gebeuren. Ja, maar ze spelen nog steeds redelijk ingezakt, toch? Nou ja, vond ik wel. Kijk, ja. De eerste helft tegen Zwolle speelde Sparta redelijk, maar Zwolle had merendeel de bal. In de tweede helft heeft Sparta alleen maar verdedigd en aanvallend eigenlijk niks gedaan. Maar ja, de 2-0 is het belangrijkste. Laten we het daar maar op houden op dit moment. En de nul houden. Daar is Sparta natuurlijk sowieso wel vaker goed in geslaagd dit seizoen. Maar dat was natuurlijk nu ook weer van belang. Want dat doelsaldo, dat gaat misschien de komende weken nog wel van belang zijn. Komen we zo meteen over te spreken, Sinclair. Is dit het gelijk van Stijn en het ongelijk van Frezer? Nou, dat vind ik wel te makkelijk, want ook na de winterstop heeft Sparta goede resultaten gehaald. Wat wel vaak wat er gebeurt is dat er wel wat nieuwe energie is gekomen. Er zijn natuurlijk andere spelers belangrijk gemaakt. Ik denk aan Mijnans die het elftal is gekomen. En het zat wel gewoon goed met die groep. Hè? En als er dan wat meer energie is en alle spelers die beginnen weer op nul, dan kan dit het gevolg zijn. Ja, toch is er van alles te doen rondom Maurie Stijn. Aangifte zelfs van enkele... Omdat enkele nachtsupporters hem hebben bedreigd. In hoeverre vind je dat afleiden ten opzichte van waar hij eigenlijk mee bezig moet zijn, natuurlijk zijn klus nu bij Sparta? Ja, weet je, ik mag nooit iets zeggen over of iemand vindt dat hij een aangifte moet doen of niet. Want ik weet niet in welke mate hij bedreigd wordt. Maar dat het afleidt, dat mogen duidelijk zijn in de gesprekken met Maurie Stijn. Of dat nou vandaag is in de aanloop naar de wedstrijd of zondag voor de wedstrijd, gaat het ook daarover. Dus ja, is het verleggen van de focus. Nee, hij wilde er inderdaad niet zoveel over zeggen. Zijn kinderen zijn ook bedreigd. En dat hij zelf zegt dat hij natuurlijk vorig jaar zelf na zijn opstappen bij NAC Breda ook is bedreigd. Heeft daar toen geen aangifte van gedaan. Doet dat nu wel. Wat voor spanning merk je allemaal op de club, Ruud? Je komt er graag al je hele leven lang. Ja, wat leeft er nu? Er is negatieve spanning en positieve spanning. En die negatieve spanning is als je op een plek staat, bijvoorbeeld 18e. En dan ben je ook nerveus voor een wedstrijd. Maar nu als je 15e staat, zijn de mensen ook nerveus voor wedstrijden. Maar met een hele andere insteek. Want Sparta heeft het gewoon in eigen hand. En dat wil niet zeggen dat je even automatisch wint in Almelo. Want zo gaat het nooit bij Sparta, dat ze even automatisch winnen. He, ze worden ook niet gesteund door uitpubliek. Want Dat kan niet in Almelo. Wel op het kasteel. Precies. En het kasteel heeft een scherm, gaat het plaatsen. En 2500 mensen, dat is het maximale aantal wat erin mag. Dat zit niet op de tribune, dat zit op het veld met een kleedje aan de picknick. En dan kijken naar Sparta. Ik zit er zelf ook met het hele gezin. Ja, dat gaat wel een feestje worden vooraf. En ik hoop ook tijdens de wedstrijd. Ja, en het veld gaat er daarna toch uit. Slecht veld trouwens. Nou mag je het zeggen. Ja. Jij zei altijd, als je er zelf een gevoel hebt, dan mag je het zeggen. Nee, gemiddeld Kruifkoord heeft echt een beter veld als dat van Kasteel. Maar goed, praten we niet meer over. Want het zou zomaar gewoon de laatste wedstrijd kunnen zijn geweest afgelopen woensdag dat Sparta daar heeft gespeeld. Goed, dan maar die trainer Maurie Stijn eens even spreken. Hoe gaat Sparta dat duel bij Heracles komende zondag aanvliegen? In eerste instantie willen we het zelf afmaken. We hebben het voor het eerst sinds die week in eigen hand. En de groep is fit, de groep zit goed in elkaar en we weten wat ons te doen staat. Een salonremise is niet geheel ondenkbaar.
Nee, nou ja, als uiteindelijk de standen op de andere velden dat toelaten, dan is dat niet ondenkbaar. Nee, zeker niet. Wat hij heeft gedaan in die korte tijd is prachtig. Dus, maar wat doet hij anders? Ja, het was wel heel veel nieuwe elan in de ploeg en nieuwe energie. En ik denk dat hadden wij gewoon nodig. En naast dit is het ook nog gewoon een heel goede coach. En hij praat veel met ons, hij geeft ons confidence en wij vertrouwen gewoon in onszelf weer. En ja, hij wil dat wij voetballen en dat doen we ook. En dan zie je ook aan de resultaten dat wij... Ja, met confidence spelen, met zelfvertrouwen spelen. En dat is ook gewoon makkelijker voor iedereen dan. Nou ja, iedereen heeft heel veel vertrouwen geput uit de laatste drie wedstrijden. En kijk, het gevaar is dat met name de omgeving die geeft allemaal aan van... nou, dat is, die klus is al geklaard zondag en jullie kunnen maandag met z'n allen op vakantie. Nou, daar moet je voor waken. Want ja, Heracles uit, als zij thuis spelen, dat is gewoon een lastige ploeg, een lastige wedstrijd. Dus daar waken we wel voor met z'n allen. Maar ik heb wel het idee dat dat in de groep, dat die echt wel scherp zijn, dat ze weten waar het om gaat. Ja jongens, ik wil even bij jullie de verwachtingen peilen. Sparta gaat dus op bezoek bij Heracles Almelo. Dan kijken we natuurlijk naar de directe concurrenten als het gaat om rechtstreeks lijstbehoud. De concurrent Fortuna Sittard met ook 32 punten gaat naar NEC. En Willem II, dat 2 punten minder heeft, krijgt FC Utrecht op bezoek. Als je dat weet, Ron, wat denk jij dan? Ik denk dat Willem II gaat winnen van Utrecht. Dat verwacht ik wel. Ik denk dat even uitleggen, waarom denk je dat? Omdat Willem II thuis speelt en zeker laatst zijn in Tilburg gaat het goed op. Heeft de laatste twee thuiswedstrijden volgens mij gewonnen. En met het thuispubliek erbij en erachter, denk ik dat ze dat potje uit gaat halen. Maar Utrecht speelt nog wel ergens om. Ja, vind je dat echt? Ja. Nou, als Vitesse van Ajax verliest, dan kan Utrecht over Vitesse heen als ze winnen op doelsaldo. Dan hebben ze een gunstigere uitgangspositie in die play-offs. Maar die play-offs hebben ze wel al gehaald. Dat is klopt. Echt hoe hoger, leven en dood, is daar geen sprake meer van, denk ik, bij Utrecht. Nee, ik denk ook dat ze spelers rust geven en dat ze niet met de sterkste elftal gaan spelen. En ik denk dat daarom dat Willem II gewoon die punten uit gaat halen. En Fortuna, die krijgt het moeilijk. Want NEC, die gaat wel voor die play-off plek. Die staan nu achter, dus, die moeten winnen. Dus dat is hartstikke gunstig voor Sparta. Dus ik verwacht dat NEC vol gas geeft. En dat Fortuna het gewoon heel moeilijk gaat krijgen en niet gaat redden. En dan dus misschien een salonremise eventueel. Zou Fortuna het niet redden bij NEC? Daar zijn Heracles en Sparta dan bij gebaat. Ja. Dus stel dat het resultaat zo is dat ze horen dat het 2-0 staat bij NEC Fortuna. Ja, dan moet je... Als Heracles zijnde en Sparta zijnde niet zoveel risico nemen dat je hem nog kan verliezen. En we hebben in het verleden natuurlijk wel eens gezien, in de jaren 80 was het echt obvious. Met Volendam een keertje in die bal werd de laatste 15 minuten Groningen PSV om te kampioenschap. Heerenveen Sparta, met Gerard de Nooijer bij Heerenveen. Ja. Toen mocht Sparta daar toch ook gelijk spelen. Dus, we zijn wel wat gewend. Het gebeurt, alleen tegenwoordig willen ze het niet zo opzichtig doen als vroeger dat 10 minuten lang die bal gewoon achterin rond werd. Hoe is jullie overtuiging? Heb jij dat wel eens gedaan? Hij zit te knikken. Ja. Ik heb zelf meegemaakt Utrecht-Sparta. En we hadden allebei een punt nodig en het werd 0-0. Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, is er dan een kruisbestuiving in de kleedkamer vooraf? Of is er vooraf even telefonisch contact? Hoe gaat dat? Dat niet. Maar je merkt, kijk net wat hij zegt, tijdens een wedstrijd, dan weet je dat je een gelijkspel nodig hebt. En dan op een gegeven moment dan speelde Utrecht rond en Sparta speelde rond en er werd niet meer aangevallen. En maar is er dan iemand die dat zegt? Van jongens, balletje rondspelen, meer niet. Wordt het wel uitgesproken door iemand? Nou ja, het wordt natuurlijk wel uitgesproken. Maar ja, je merkt ook aan de tegenstander, die gaan ook niet meer jagen. Die zetten ook geen druk meer op zijn verdediging. Dus je gaat automatisch rondspelen, terugspelen en balbezit houden. En je schiet hem af en toe eens naar voren. En dan doet de tegenstander eigenlijk precies hetzelfde. Ja. En ja, dan... Maar jongens, het is wel gevaarlijk wat wij hier nu aan het doen zijn. We zijn nu nog een beetje... Ja, oké. Maar we zijn nu natuurlijk wel een beetje aan het rijk rekenen. Ik bedoel, hoe is de overtuiging dat Sparta volgende week, voor aanstaande zondag... Nog steeds 15e staat. Nou ja, ik denk als Sparta ervoor gaat dat ze gewoon gaan winnen bij Heracles. Want Heracles heeft de laatste 4 wedstrijden ook niet best gespeeld. Ja, maar die voetballen echt ergens omheen, Heracles. Als die verliezen, dan gaan ze misschien wel de na-competitie in. Daar komt dus juist heel veel druk bij kijken. Ja. Zeker omdat ze het niet gewend zijn. Hè. Zou dat voor die club helemaal een klap zijn. Dat denk ik al zoveel jaar in de Eredivisie. Dus ik denk dat daar heel veel spanning op staat. Dus En zeker als je dan de laatste 4 wedstrijden klop hebt gehad, dan denk ik niet dat je met veel vertrouwen het veld in gaat. Dan denk ik dat je een echt moeilijke wedstrijd gaat spelen. Ja. Zeker als je dan achterkomt. Dan zal het niet meevallen om dat even om te gaan draaien. Ja, het grappige is dat jij hebt het over vertrouwen bij Heracles. Het gebrek eraan en bij Sparta is er nu heel veel vertrouwen. En dat alles, wat laten we niet vergeten, wat Stijn
is natuurlijk geen wonderdokter, heeft geen toverstafje. Die goal van Van Krooij tegen AZ, die heeft zoveel gedaan voor Sparta. Als die bal er niet in was gegaan, hadden we hier echt anders gezeten, hoor. Ja. Nee, dat is zonder meer. Maar je merkt ook woensdag na afloop in de kantine en boven in de loges. Dat was echt opluchting. Nou, dat weet Sparta je waar ik het ook aan merkte? Aan de DJ op het kasteel. Ja, inderdaad. Niet normaal, joh. Ja. Die gaf even gas. Over jij zegt Van Krooij, maar aan zo'n jongen zie je dus wat vertrouwen van een trainer kan doen, hè? Ja, vind ik ook. Hoe kan dat ineens dat het zo zich... Nou, hij heeft natuurlijk ook al samengewerkt met Stijn, hè? Ja. Het gaat voor meerdere jongens, maar hij vertelde toen tegen AZ al dat hij echt fijn met hem samen heeft gewerkt. Ja, dat zijn inderdaad jongens die daar gevoelig voor zijn. Maar ja, ik heb ook wel eens meegemaakt dat een trainer ontslagen wordt of werd. Maar hij is niet ontslagen. Of weggestuurd dan, of weggegaan. Maar ja, dan zo'n hele groep, alle 18 spelers, hebben weer het vertrouwen dat ze in zo'n basis komen. Dus ja, de concurrentie wordt weer groter. En iedereen denkt van, we krijgen weer een kans. En, en als je dan nogmaals resultaat behaalt, dan komt het geloof ook weer terug. Zeker. Nou, geloof is er sowieso alweer helemaal terug als het gaat om de keeper. Madouke Okoye, we zagen hem net eventjes. Spreekt fantastisch Nederlands, daar ben ik wel onder de indruk. Maar die vormdip heeft hij achter zich gelaten? Ja, keepte ook in Groningen heel goed met een redding nog vlak voor tijd. Had eventjes een dip in de fase waarin Sparta bij Fortuna met name. Zo'n vrije trap die erin ging, waar hij niet op letten. Maar ja, als je hem de laatste weken weer ziet, keepte geweldig. Ja, dus Madouke Okoye zelf die is eigenlijk wel overtuigd dat hij komende zondag bij Heracles zijn laatste wedstrijd voor Sparta zal gaan keepen. En dan kijkt hij terug op 3 mooie jaren op het kasteel. Zeker de eerste officiële wedstrijd in de beker. En mooie en goede wedstrijden tegen PSV. Maar ook dat wij die play-offs bijna hebben gepakt. En de wedstrijd tegen Feyenoord. Zoveel mooie. Heerenveen uit, dat feest hier. Ja. Dat eerste keer dat ook die supporters kunnen kijken. Zoveel mooie momenten. Ik weet niet wat ik... welke de beste was. Ja. Toptijd gehad ook hier in Rotterdam. Hè. Je woont hier vlakbij. Ja, ook Rotterdam heeft een plekje in je hart gekregen. Ja, zeker. Voor altijd, zeker. Ja. Ja, ik denk het ook. Ja. Hoe lastig wordt het eigenlijk, denk je, want je bent ook scout, om nu op zoek te gaan naar een nieuwe keeper? Nou ja, dat zal niet meevallen om een gelijkwaardige keeper terug te halen. Ben je al op pad gestuurd om er eentje te vinden? Nou ja, we zijn wel bezig, maar het heeft ook te maken met wat er met Sparta gaat gebeuren. Blijf je Eredivisie? Zou je naar de Eerste Divisie of de KKD-competitie gaan? Ja, dat is allemaal afhankelijk van wat er gaat komen dan. Ja, dus je hebt eigenlijk nog niet echt een opdracht vanuit de club meegekregen om specifiek naar spelers te zoeken. Want we kunnen al een lijstje maken. Hè. Okoye gaat dus weg. Meijers gaat sowieso weg. Ja. De Kamps is een optie tot koop. Heeft het goed gedaan. Ja. Dalmau kan Sparta lichten. Kans klein, denk ik. Kans klein dat ze gaan doen. En de contracten van Vriends en T lopen af. Dus er kan nogal wat leegloop zijn op het kasteel. Ja, zeker. Dus er zal zeker wat bij moeten komen. En op wat voor niveau je gaat spelen. Maar ja, het is afhankelijk van de centen die vrijkomen wat je kan gaan halen. En het is natuurlijk ook... Nu wachten spelers ook wat er gaat gebeuren bij Sparta. Dus die gaan ook niet tekenen bij Sparta, want die willen ook weten. Maar ik hoor jou de namen van Mbappé en Benzema niet noemen, weet je wel. Met alle respect, dit zijn leuke clubvoetballers en die gaan hun heil elders zoeken. En ik gun het ze van harte. En er komen bij andere clubs ook weer leuke clubvoetballers vrij. En die komen dan naar Sparta. Dat is de molen waar Sparta in meedraait al jaren. Ja, precies. Van Mullum trouwens vandaag zijn contract verlengd. Jeremy Van Mullum met 2 jaar. Wat maakt hem goed? Nou, ik vind het een aardige centrale verdediger. Op middenveld vind ik, moet hij nog wel wat sneller gaan handelen en meer initiatief tonen. Maar ik denk als verdediger heeft hij het zeker in het tweede heeft hij het goed gedaan. Ja, zeker. Nou, mooi. Zo'n jongen van de club, toch? Even heel kort, wat voor schade was er nou aan het stadion woensdag? Ja, die stoeltjes van Pek Zwolle. Ja, ik blijf me daarover verbazen. Ik blijf altijd maar zeggen, als jij als supporter niet tegen degraderen kan... Word dan vooral geen supporter van een club die wel eens kan degraderen. Ga dan supporter van Ajax of PSV of Feyenoord worden, heb je daar geen last van. Ja, dat hetseloze gedrag, ik kan er gewoon heel slecht tegen. En of dat nou Zwolle supporters zijn die dat doen of Sparta supporters. Gewoon niet doen, gedraag je gewoon. Precies, ik hoop dat ze luisteren in Zwolle. Toch? Zo spannend als het voor Sparta is. We gaan het trouwens verslag van doen op de radio zondagmiddag. Vooral de spanning zit daarop. Zo totaal spanningsloos gaat het zondagmiddag in de Kuip worden rond. Tussen Feyenoord en FC Twente. Twee ploegen die niet meer kunnen stijgen en zakken. Totaal uitgevoetbald wat betreft dit seizoen in de competitie. Maar waar gaan we dan denk je zondag naar zitten kijken? Ja, ik neem aan dat Feyenoord gewoon de laatste thuiswedstrijd wil gaan winnen. En om een fantastisch seizoen af te sluiten.
En dan komt die finale natuurlijk nog achteraan dadelijk. Dus ja, ik denk dat Feyenoord gewoon voor de winst gaat. En het publiek nog een goede wedstrijd wil laten zien. Met de vaste elf? Nou, dat is sowieso niet. Want linksback Malacia, die is geblesseerd. Hè? Kan hoe niet ernstig? Spelen. Heeft de hamstringblessure. Deze week wordt er gekeken of hij in kan stromen. Het is, ja, op de persconferentie zei Arne Slot dat het niet zo zorgelijk is dat hij zich echt veel zorgen maakt om die finale. Maar goed, op dit moment kan hij niet spelen. En volgende week zal hij getest gaan worden op het moment dat Feyenoord op trainingskamp is in Portugal. Dus hij zal niet spelen. En voor de rest denk ik wel de gebruikelijke namen. En dan denk ik dat de spanning meer zit in. Blijft iedereen heel in plaats van of Feyenoord die wedstrijd wint. Maar die finale in Tirana zonder Malacia is wel een aderlating, hoor. Ja, dat is echt een van de spelers die bijna alles gespeeld heeft. En ja, daar is dat Ramon Hendricks, die het overigens in Deventer wel goed deed. Maar ja, daar is natuurlijk een heel groot verschil. Andere posities zijn wat makkelijker op te vangen. Ja, trainer Arne Slot, of het dan zondag tegen Twente in de Kuip een soort van oefenpotje wordt? Nee, valt er niet zo heel veel uit te testen, omdat AS Roma vaak met 5 verdedigers speelt. En Twente al een heel seizoen lang heel succesvol 4-3 speelt. Dus ik verwacht niet dat Ron bereid is om morgen met 5 verdedigers te gaan spelen. Hoe ziet die voorbereiding er aan de andere kant uit, al richting Roma? Nou, het is duidelijk dat we proberen zoveel mogelijk informatie te vergaren over AS Roma en ook van clubs, teams die er tegen gespeeld hebben. En daar is Vitesse één van. Dus er is niet door mij, maar wel door een van mijn stafleden wel contact geweest met mensen van Vitesse. Je probeert zo'n breed mogelijk beeld te krijgen van ze. En ook zoveel mogelijk wedstrijdbeelden te krijgen met de overzichtscamera in plaats van de camera van de televisie. Dus zo probeer je zo goed mogelijk geïnformeerd te worden. Ja, Dennis van der Ree die gaat er dit weekend naartoe. Marino zal ze denk ik volgende week zien spelen. En in de tussentijd hoef je er geen zorgen over te maken dat ik ook nog wel links en rechts een videootje van ze bekijk. Ja, die van der Ree, dat is een van de video-analysten nieuws binnen, of niet? Nee. Oké, okay. Dan gaan we gewoon door. Waar heb je nou eigenlijk woensdag naar zitten kijken in Deventer? Ja, naar een wedstrijd waarin Feyenoord eigenlijk misschien al met het hoofd toch al ook bij die Conference League finale was. En waarin die wedstrijd wel gespeeld moet worden. En de basiskrachten, de meeste die ontbraken. En dan krijgen andere jongens de kans en die kunnen het dan niet brengen. Maar wel knap dat Feyenoord die wedstrijd uiteindelijk toch nog weet te winnen. Maar goed was het niet. Nou, je noemde Hendricks net die opviel. Wie kan je nog meer bekoren als je zo kijkt naar eigenlijk een soort van Feyenoord 2? Hè? Want dat was het toch bij Go Ahead? Nou, je bent dan juist benieuwd naar jongens die waarvan je hoog wordt opgegeven. Die het dan een keertje moeten laten zien. Basispraat voor Voljemar kwam er niet uit. Jorrit Hendricks, die dan nu in de basis mag beginnen, die ja ook niet echt opviel. Mag ik nog een naam toevoegen? Ja, Jahan Baks. Die is eigenlijk verantwoordelijk voor de meeste dreiging. Ja, was maar dan wel betrokken bij gevaarlijk. De goal. Was wel betrokken bij de goal waar hij de bal afpakte en tik naar Linssen. Maar daar ging meer mis dan dat het goed ging. Ik moet wel zeggen, inderdaad kan beamen dat het wel moeilijk is voor die jongens. Weinig automatisme met allemaal, ja, met een B-keus. In plaats van dat ze instromen misschien in bij de sterkste elf. Maar nee, ik had bijvoorbeeld wel weer meer van Voljemark en nog van wel een paar meer andere spelers verwacht. Ja, en er was een debutant. Karim Dermane. Dermane, ja. Uit Togo. Ben je wel eens gaan scouten in Togo, Ron? Nee, zover zijn we nog niet geweest. Laat het budget ook niet toe, denk ik. Oh, oké. Okay. Maar wat is dit voor voetballer? Nou, een speler die Feyenoord dit jaar heeft gehaald. Hè, uit Togo, speelde al bij Togo onder Jong Togo, zeg maar. Veel topclubs zaten erachteraan, maar onder Paris Saint-Germain. Bij Feyenoord onder 21 speelt hij zijn wedstrijdjes. Nou, nu is er een kans. Het is een verdedigende middenvelder. Doe me een beetje denken hoe die speelde aan Kamohelo Mokotjo. Misschien dat je die speler nog kan herinneren. Zuid-Afrika. En kwam erin voor Toornstra, maar wisselde ook goede met mindere momenten af in die korte invalbeurt van een minuut of 25-20 die hij had. Ja. Vind ik als zo leuk als er een speler uit Afrika gehaald wordt om te rechtvaardigen, wordt er altijd gezegd, ja, Paris Saint-Germain zit er achteraan. Niemand weet of het zo is, maar dat wordt wel ook gewoon even gezegd. Precies, we verzoeten de koek even aan hier. Ja. Maar misschien heb jij wel spelers die net voor de neus van Paris Saint-Germain hebben kunnen weghalen? Nee, zover zijn we niet gekomen. Nee. Heb je al iemand op je konto eigenlijk bij Sparta nu? In je tijd als scout? Nee, nog niet. Nee. Maar wordt het iets tijd dan? Best wel, eigenlijk wel. Maar nee, er zijn nog spelers. Nee, maar je hebt net uitgelegd, het is nu een beetje lastig natuurlijk om te scouten. Althans, ja, scout is niet ingewikkeld, maar vastleggen wel. Omdat ze gewoon nog niet weten waar Sparta speelt. Even nog Bijlo. Die is er al maanden uit. We gingen er eigenlijk vanuit, dat is einde seizoen voor Justin Bijlo. Maar er wordt toch een, ja. Nou, hij had natuurlijk die voetblessure, geopereerd moest hij worden en toen was het einde seizoen. Logisch, ja, want je gaat je niet klaarstomen voor misschien alleen die laatste wedstrijd met risico dat je geblesseerd raakt. Nou, nu is hij natuurlijk in die finale. Nou, dan kennen we zijn karakter. Hij is natuurlijk supporter. Dat hij alles eraan zou doen ook om die finale te halen. Al moet hij bij wijze van spreken met gebroken been op de bank gaan zitten. Maar hij traint al zodanig mee dat het zeker niet uitgesloten is. Natuurlijk moet hij ook fit zijn. Dat hij ook tot die wedstrijdselectie gaat behoren. Alleen ja, hij heeft natuurlijk al die tijd niet gespeeld.
En het is dan wel de vraag of hij eventueel zou spelen. Ik kan me zo voorstellen dat Marciano dan wel eerste doelman zou zijn. Maar dat hij alles eraan doet om erbij te zijn, dat mogen duidelijk zijn. Zou Slot het durven? Ja. Ja, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Hè? Of Slot dat risico durft te nemen. Want na afloop kan je dan zeggen, ja, je had gewoon Marciano laten staan. Aan de andere kant... Bijlo is beter. Is hij wel aanwijsbaar beter. Ik moet zeggen, Marciano begon gewoon echt heel slecht. Maar de laatste weken, misschien ook doordat hij ritme krijgt, wordt het eigenlijk met de week wordt hij betrouwbaarder. Eigenlijk moeten we ook eerlijk zijn met Marsman. Hè? Die eerste wedstrijd toen bij Emmen, weet ik nog wel, vloog hij daar door het beeld heen. En zag hij wat ongelukkig uit. En uiteindelijk bleek het gewoon een waardevolle tweede doelman te zijn. Maar is dan een ideaal scenario dat Marciano keept en in de slotfase Bijlo erin komt en de beslissende penalty stopt? Of sla ik nu door? Als de penalty uitkomt, misschien wel. Maar... Ik zou gewoon Marciano laten staan. Ja? Ja. Ook als Bijlo het aan zou kunnen, zonder wedstrijd in de benen? Ja, dan zou ik toch voor Marciano gaan. Die heeft toch de laatste weken toch betrouwbaar. En hij heeft zo lang niet gekiept. Ik zou niet te goed nemen. Nee, okay. Ja, ik weet nou niet of keepers ook altijd wedstrijdritme nodig hebben. Ja, maar denk ik wel. Toch wel, ja? Ja, denk ik wel. Staat toch alleen maar stil? Ja, maar je moet de bal wel vangen, je moet wel timen. Dat zal bijna toch niet verleerd zijn. Nou ja, die tijd maakt ook geen briljant seizoen door, ook toen hij fit was, bijna. Nee, maar onder de streep denk ik toch wel weer beter dan Marciano. Ja, in aanleg. In aanleg, ja. Vind je het eigenlijk terecht dat burgemeester Abu Talib heeft gezegd, als er een huldiging komt, en Feyenoord wint die Conference League, geen huldiging op de Coolsingel? Zijn argument is dat er niet genoeg beveiligers zijn. Ja. Ja, als dat het serieuze argument is, dan kan je toch alleen maar met hem eens zijn, hoe jammer het ook is. Maar er is nu een oproep gedaan door Leefbaar Rotterdam. Je kan je melden als beveiligingsbedrijf. En als er wel genoeg beveiligers zijn, gaat Abu Talib de zaak opnieuw bekijken. Maar het argument voor nu begrijp ik wel. Ja. En zelfs de fontein bij het Hofplein die dan wordt leeggepompt. Ze doen er werkelijk alles aan om geen feest te vieren in Rotterdam dan. Hè? Nou ja, de Kuip staat ook in Rotterdam. Dan wordt toch daar feest gevierd dan? Ja, maar dat is wel anders. Dat is anders. Ja, toch? Ja, nou ja. Ja. Denk je dat er nog een kans is of is het kansloos? Nou, Abu Talib zegt dat er, ja, wij spreken 9 bedrijven of zo zijn er in Nederland die het aan zouden kunnen. Die zijn qua beveiliging gebeld en daar blijkt het niet te kunnen. Die kunnen de mensen niet leveren. Nu wordt er wel oproep gedaan, ja, zijn er dan wel beveiligingsbedrijven, maar dat moeten wel bedrijven zijn die het echt aan kunnen. Dus het kan niet zomaar een bedrijfje zijn ergens uit Limburg die wordt opgetrommeld. Nee, okay. Maar grote bedrijven die het aan zouden kunnen. Stel dat dat zo is, nou, wat Ruud zegt, dan wordt het heroverwogen. Dus niet gezegd dat dan gebeurt, maar dan wordt het heroverwogen. Maar... Ja, weet je wat het is, jongens? Het is de eerste editie van die Conference League. Dus die moet nog aan waarde gaan creëren. Maar als dan de UEFA besluit om een finale in een soort van Heerenveenstadion te spelen... en zelfs volgend jaar in een nog kleiner stadion... Ja. En Feyenoord, als we zouden winnen, geen Coolsingel-huldiging... Ja, dan krijgt dit toernooi wel een heel klein imago daardoor. Hè? Ja, het ergste vind ik nog van die kaartjes. Ja, gauw op scherp. Helemaal. Wat is daar nou gebeurd? Wat is daar nou misgegaan, Sinclair? Nou, er is heel veel misgegaan sowieso. Dat er natuurlijk maar 3000 kaarten überhaupt beschikbaar waren voor Feyenoord en voor Roma. Maar vervolgens zijn er ook meerdere vroeg in de verkoop gegaan waar Feyenoord niks van wist. De UEFA heeft inderdaad te vroeg die kaartverkoop begonnen. Waardoor heel veel mensen dus die kaarten niet hebben kunnen halen. Wel aan de andere kant. En heel veel kaarten zijn nu in handen ook van Albaniërs. Voor de lokale bevolking zijn daar wel heel veel kaarten. Ja, en die zullen natuurlijk alles aan gaan doen om die kaarten zoveel mogelijk te verkopen. Dus, oh ja, maar ja, dan waarschijnlijk voor een hoog. Ja. Daar worden bedragen gevraagd die jij en ik niet gaan betalen. Nee, precies. Je zou bijna denken dat het expres gebeurt. Denk jij dat? Nou ja, om geen fijne supporters daar te krijgen, om wel gescheiden te houden. Ja, maar die komen toch wel. Want de lokale autoriteiten verwachten wel heel veel Nederlanders. Er komen ook 3 grote fanzones daar in Tirana. Heb ik altijd geleerd, dan kan je ze maar beter binnen hebben dan dat je spuit hebt staan. Nee, dat klopt. Ja, nou ja, goed. Duizenden Feyenoorders waarschijnlijk wel uiteindelijk in Tirana, ook al zullen ze niet allemaal naar binnen kunnen. En natuurlijk, ja, uiteindelijk dan waarschijnlijk, Ruud zegt het, een huldiging als ze winnen in de Kuip. En dus niet op de Coolsingel, maar daar gingen wij vandaag toch even de straat op. Stel, Feyenoord wint de Conference League, dan is de huldiging niet hier. Nou, ik hoop het wel. Dat vind ik niet leuk. Nee, we moeten gewoon hierheen gaan. Waar dan wel? In de Kuip. Ja, in de Kuip. Hoe gaan we daar binnenkomen? Ja, dan moet je een kaartje verkopen. Waarom? En ja, niet iedereen heeft genoeg geld voor een kaartje, hè? Nee. Dus ja, dat is een hoop zakgeld. Zeker, dat is zeker een hoop zakgeld. We hebben dat bordes niet voor niks hier, hè? Dus dat doen we ongeveer 1 keer in de 20 jaar, mogen we het eens gebruiken. Dus het lijkt me een goede besteding. Dat moet eigenlijk wel hier kunnen. Ja, de feest in de stad is toch het mooiste wat er is? Er zijn te weinig beveiligers, daarom is het in de Kuip. Ja. Nou, ik geloof er niks van. Nee, ik geloof het niet. Als je de laatste rellen, de coronarellen hier hebt gezien, dat leek complete oorlog. Ja, dat was niet mis. Dus ze zullen wel met dat soort evenementen zullen best wel voorzichtiger zijn. Nee, je moet wel een beetje inspannen om
het hier te doen. Daar hebben we overigens deze hele koolsingel voor aangelegd. Want het schijnen hele goede lantaarns te zijn om in te klimmen, heeft de ontwerper ooit bedacht. Dus er is ontzettend goed rekening mee gehouden. Dus nee, wel even de schouders eronder om te kijken of het hier op de koolsingel kan. Het is jammer, maar ja, het kan niet anders. Het is gebleken in het verleden dat het fout gaat. Nou, 2017 ging goed. Niet helemaal. Ja, soms moet er ook wel een beetje gekhuis, hè? Ook rotzooi geschopt, naderhand. Ja. Ik heb het zelf gezien vanaf hierboven, dus. Okay. Ja. Ik heb het idee dat u meer weet. Nee hoor, ja, ik ben raadslid hier, dus. Ja, ik heb het bekend gezegd. Ik ben Pascal Lansink, fractie voor VVD. Ja. We gaan het toch nog proberen hier te krijgen? Jawel, dat moet er wel de inzet zijn. Ja. Het hoort hier. Ja. Ja. Het hoort hier, wordt er gezegd, nou ja, kans is klein. Er werd ook heel even de suggestie gedaan dat als er al een huldiging in de Kuip is, dat je daar dan van moet betalen. Maar daar zal toch wel een stokje voor worden gestoken als er een huldiging is. Dat zal toch wel gratis zijn. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je misschien je snel moet aanmelden of zo. Maar ja. Betalen lijkt me sterk. Maar tegenwoordig, als je op het Stadhuisplein gewoon op schermen naar een wedstrijd wil kijken. €17,50 werd er tegen Marseille nu voor de finale gevraagd. Ook op andere pleinen in de stad. En dan krijg je niks bij. Dan denk je misschien gouden diamantjes. Nee, mag je alleen maar op een plein naar een scherm staan. Dat was in onze tijd toch wel beter. Ja, ik, van die 2002 generatie weet ik wel dat ze dat echt als een gemis hebben gevonden. Dat ze die prijs hebben gevonden, de Van Hooydonks en alles. En ja, toen was het terecht natuurlijk door Pim Fortuyn. Hè? Dat ze dus die koolsingel, dat vinden ze nog altijd als een gemis. Dat ze daar nooit hebben gestaan om die mooie prijs te vieren. Ja, precies. Wat zijn nou de plannen? Ik blijf weer maar even bij Sinclair. Als het gaat om de Kuip tijdens de finale. Hè? Schermen worden er neergezet. En hoeveel mensen kunnen daarbij? Ja, die kan helemaal rond. Hè? Want op het veld komen schermen. Dus 48.000 mensen kunnen ongeveer in. En er zullen allemaal optredens zijn. Nou, we worden niet bekendgemaakt qua namen, maar je kan denken aan Ronnie Flex. Ik denk dat ik ze wel weten. Ja, we kunnen ze wel op. Tommy Litouwers. Begin met het. Ik wil een paar chauffeurs voorbij komen. Oh, die nog, ja. Om de sfeer erin te brengen. En ik heb overigens wel aardig wat mensen gesproken die zeiden, ja, ik wil eigenlijk wel naar de Kuip gaan, maar ik ga het niet doen. Want ik was daar ook in 2017, toen ging het mis. Oh ja, toen deed Excelsior. Maar er kunnen 48.000 mensen ongeveer. Jongens, ik wil nog even naar Excelsior. Heb jij trouwens ook gespeeld? Wel maar een handvol wedstrijden. Waarom waren er zo weinig? Toen was ik al een jaartje of 36 en niet zo fit meer. Toen kreeg ik last van mijn Achillespeetje. En ja, ik heb geloof ik vier of zes wedstrijden gespeeld. Dus ik was gewoon niet fit. Nee. Wat voor gevoel denk je dat ze overgehouden hebben aan die eerste wedstrijd tegen Roda JC? 2-0 voor en dan 2-2 gelijk spelen. Nou ja, na die 2-0 dacht ik van Excelsior, dat gaat wel lukken. Dat is een kan en kruiken, ja. Ik heb Roda een paar keer zien spelen en dat is een aardige ploeg. En als ze dan terugkomen tot 2-2, dan denk ik dat Excelsior het heel moeilijk kan krijgen in Kerkrade. Ja? Wat denken jullie? Gaan ze het redden nog in Limburg? Ik vind, je twijfelt ze zeer, zie ik aan je gezicht. Ik weet die Fluke van Roda, hoe goed is die? Nou, dat is een goede speler. Die dus, scout Sparta toch ook? En die Emmers is ook een goeie. En, en ik moet zeggen, Vente vind ik ook helemaal opgebloeid na zijn fijne periode. Ja, echt een goede spits. Dus aanvallend is Roda echt goed. Dus ik verwacht dat het voor Excelsior een hele moeilijke wedstrijd wordt. Ja, zou jammer zijn, zeg. Want nou wordt het misschien dan gelukkig geen Sparta-Excelsior. Als Sparta zich rechtstreeks zou handhaven. En dan zou Excelsior het niet redden tegen Roda. Wat denk jij? Nou, argumenten zijn al gegeven, maar met name Van Gassel zag er de laatste weken toch wat minder uit. En zeker in deze wedstrijd tegen Roda, de keeper. Die een geweldig seizoen verder doormaakt. En ja, Roda is juist de laatste tijd toch wel aardig in vorm. Ik denk dat het moeilijk wordt, maar laat ze ons maar verrassen. Ja, goed. We moeten alweer langzaam tot een afronding komen. We hebben nog niet gehad over wat er. We hebben veel over de Kuip gehad, maar wat er morgen in de Kuip is, hebben we het nog niet over gehad. Feyenoord Ajax, klassieker. Bij de vrouwen. Ja, dat kan ook wel een spektakel worden. En dan toch nog iets over Feyenoord, dat is dit boek. Dit is een prachtig naslagwerk. Het is een gloednieuw boek over het voetballeven van Gerard Meijer. Nou, dat begon in 1959 bij Feyenoord, dus dat is vrij lang. Door André van Cats, prachtig verzameld met mooi fotomateriaal. We hebben hier één exemplaar en u ziet het nu, @Rijnmondsport. Er zal ongetwijfeld ook wel wat mailadres bij hebben gestaan. sport@rijnmond.nl. We mogen er eentje weggeven aan u als kijker. En heeft u iets moois voor op het nachtkastje. Rob van den Berg, wel bedankt. Tot de volgende keer en op naar zondag. We gaan het halen. Fingers crossed. We gaan het halen. Oké, hou ik je aan. Sinclair Bisschop, Ruud van Os, dankjewel. We gaan het inderdaad zondag allemaal meebeleven. En er op de radio natuurlijk uitgebreid verslag van doen van de wedstrijd van Sparta bij Heracles. En Feyenoord in de Kuip tegen FC Twente zijn we natuurlijk ook bij. Om het vervolgens komende maandag allemaal na te bespreken in FC Rijnmond. Namens de heren hier aan tafel, bedankt voor het kijken. Goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bingo, Startportaal, Rotterdam Factoring en Kuhlman Global Forwarding BV.